Het familiebedrijf Moussi Issa, dat 85 jaar bestaat, heeft ook een reproductie van het kunstwerk Grand Tangi van Riedaal aangeboden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het bedrijf had voor de jaarafsluiting reeds een kunstwerk geschonken aan het Diakonessenhuis. Robert Issa vertelt dat de speciale pangistof waarmee het schilderij is bedekt, is ontworpen door Moussi Issa en de naam draagt van Grand Tangi Pangi. AZP algemeen directeur Claudia Marika Redan dankte voor de schenking. Op het COVID-19 dashboard staan er 683 actieve gevallen genoteerd. Gisteren zijn er 57 nieuwe gevallen geregistreerd. Jammer genoeg zijn er reeds 149 personen overleden.